De auto is op 100 meter van het startpunt. De start is gevallen. Paarden zijn weg. Alvani Boko deed even mee aan het duel om de leiding. Doet hij nog steeds. Aan de binnenkant Diola P. die net zo snel is. En aan de buitenzijde komt Gerrit Schermer met een mooie steekloop naar voren. Paarden gaan de eerste bocht in. Daar leidt Diola P. aan de buitenkant Galvani Boko. Daarachter heeft ook een goede start gehad Godiva Flevo. Dan Gerrit Schermer. Vijfde ligt Fleur Zwageman. Zesde plaats Iazi. Daarachter Floral Girl met aan de relingzijde Galjar Fortuna. En laatste is Gideon Harenka. Enorm tempo in de beginfase en er wordt nog steeds gestreden om de leiding. Leiding is nu overgenomen door Galvani Woko en die wil hem wel kwijt aan Gerrit Schermer. Gerrit Schermer aan de buitenzijde gaat de leiding nu overnemen. Die was ook een tijdje favoriet, maar nu heeft hij de favoriet achter zich. Want dat is het paard dat nu tweede ligt, Galvani Woko. Derde plek daarachter voor Diola P. Nu komt er weer wat rust in de koers. Tenminste, daar mag je van uitgaan. Vierde plaats Godiva Flevo. Vijfde plaats Fleur Zwageman. Zesde is Iazi met Michael Niemczyk in de kleuren van Stal Express. Daarachter een Nederlander, ook al koerst hij meestal in Duitsland. Gerard Gommans met Galjar Fortuna. Voorlaatste plaats voor Floral Girl en laatste is Gideon Harenka. Dat er zo'n langgerekt veld is, geeft aan dat het tempo zeker niet naar beneden gegaan is. Alle paarden nog steeds achter elkaar en de deelnemers komen de rechte lijn voor de tribune in. Eén deelnemer in de start van het veld ging even iets naar buiten. Dat was Gideon Harenka, maar die gaat alweer terug naar binnen. Nu gaat Iazi naar het tweede spoor. Paarden komen voor de tribune langs en nog altijd leidt Gerrit Schermer. Gerrit Schermer, daarachter op de tweede plaats Galvani Boko. Diola P. moet het gaatje nu gaan dichtlopen. Aan de buitenkant gaat nu Fleur Zwageman naar voren. Die verrast daarmee Godiva Flevo. Die zit nu vast achter Diola P. Daarachter gaat binnendoor naar voren Floral Girl. Aan de buitenkant daarnaast Iazi. Daarachter is het Galja Fortuna. En daarachter Gideon Harenka. Kanspaarden nog in de start van het veld. De favoriet ligt tweede. En zo gaan de paarden voor de laatste keer de rechte lijn overzijde in. Leiding in handen van Gerrit Schermer. Die houdt het tempo hoog. Daarachter Galvani Boko. Buitenzijde komen ze nu wel wat dichterbij. Fleur Zwageman naar plaats 3. Diola P. ligt 4 aan de reling. Daarachter Iazi. Daarachter zit vast Godiva Flevo. Daarachter zit ook vast Floral Girl. Daarnaast ligt in het tweede spoor Galja Fortuna. En laatst is Gideon Harenka. En zo gaan ze de laatste bocht in. En nu gaan er ook paarden naar het derde spoor. En dat is Iazi die gaat aanvallen. Iazi naar het derde spoor. En inmiddels zijn ze halverwege de Tjarda-bocht. En er leidt nog altijd Gerrit Schermer. Daar komt, Galvani Boko van de reling af. Galvani Boko naar het tweede spoor. En zo komen de deelnemers de laatste rechte lijn in. Daar komt ook Fleur Zwageman. Daar komt ook Iazi. En er komen nog meer paarden aan. We zijn inmiddels in de laatste rechte lijn. Daar heeft ook Floral Girl een gaatje gevonden. Leiding is daar overgenomen. Inmiddels in het midden van de baan door Fleur Zwageman. Fleur Zwageman pakt twee lengte. Fleur Zwageman gaat hier voor een enorme verrassing zorgen. Fleur Zwageman wint hier de koers. Fleur Zwageman, tweede, waarschijnlijk nog Gideon. Diola Renka, die komt vanaf de laatste plaats. Derde is Gerrit Schermer en de rest allemaal geklopt.